De Italiaanse premier Silvio Berlusconi opent de tegenaanval. Hij is het zat dat hij wordt beschuldigd seks te hebben gehad met escortdames. Berlusconi wil de vrouw die dat beweert nu zelf aanklagen wegens laster. De Italiaanse premier zegt nog nooit te hebben betaald voor seks. Dat hoeft ook niet, vindt hij. Hij vindt zichzelf nog altijd een echte Casanova. En dat bewees hij vandaag weer eens. Silvio Berlusconi, 72 jaar en ook vandaag weer een rokkenjager. Op Sardinië ontving hij de Spaanse premier Zapatero. En die had in de ogen van Berlusconi flink wat moois meegenomen. Berlusconi schudt de Spaanse hoogwaardigheidsbekleders vriendelijk de hand. En vervolgens loopt hij terug naar de vrouw om haar, zo lijkt het, minutenlang het hof te maken. Berlusconi ligt al maanden onder vuur. Zijn vrouw verliet hem omdat hij op jonge meisjes viel. En toen verscheen Patrizia Daddario, een escortdame met wie Berlusconi naar bed zou zijn geweest. Er dook een geluidsfragment op waarin hij Patrizia vraagt om alvast op bed te gaan liggen als hij nog eventjes onder de douche stapt. Allemaal leugens, beweert Berlusconi. Hij pareert de lastercampagne tegen hem zoals alleen hij dat kan. E allora confermo al di là di questo che nella mia vita io non ho mai neppure una volta dovuto dare dei soldi a qualcuno per una prestazione sessuale. E le dico anche perché. Perché da chi ama conquistare, la gioia e la soddisfazione più bella è la conquista. Se tu paghi, mi domando che gioia ci potrebbe essere. Berlusconi noemt zichzelf zelfs de beste premier van Italië in 150 jaar. En ondanks alle escapades staat nog altijd een meerderheid van de Italianen achter hem.